Is er bij jullie in het gezin nog plaats aan tafel of in de zetel voor een extra kindje? Wel, dan is het volgende project misschien iets voor jullie. Want het OGL Limburg, of Betanië liever gezegd, heeft een nieuw project met de naam Partners in Parenting. Wat dat juist is, legt Sophie Boesmans ons uit van OGL Betanië. En we hebben ook een pleegvader, Jelle Tielemans. Goedemiddag. Sophie, leg eens kort uit wat Betanië juist is voor de mensen die het nog niet kennen. Ja. Betanië is eigenlijk een begeleidings- en behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Mm-hmm. Dus we hebben twee campussen, een campus in Genk en een campus in Hasselt. In totaal eigenlijk 12 leefgroepen, waar ongeveer 130 kinderen begeleid worden, residentieel. Dus ze verblijven door de week bij ons. Mm-hmm. En de meeste kinderen gaan in het weekend wel naar de ouders thuis. Ja. En hoe schommelt de leeftijd? Hoe oud zijn de leeftijd gaat van kleuterleeftijd tot eigenlijk 18 en zelfs oudere kinderen. Ja, en jullie hebben dus nu een nieuw project rond pleegouders. Ja, inderdaad, ja. Dus onze ambitie eigenlijk met de kinderen en de jongeren die naar ons in begeleiding komen, is steeds om terug naar huis te werken. Op korte of op lange termijn trachten wij terug het kind te heroriënteren naar huis. Mm-hmm. Nu, voor het merendeel van de kinderen en jongeren lukt ons dat ook, maar voor een aantal kinderen gaat dat niet. Na een tijdje merken we dan dat ze geen stabiel thuismilieu meer hebben om op terug te vallen. Mm-hmm. En een stukje stranden bij ons in de leefgroepen. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze op termijn wat vervreemden van het gewone gezinsleven. Ja, ja, ja. En eigenlijk ook wat vervreemden van de gewone samenleving. En eigenlijk voor die kinderen, om hun terug een extra kans te geven in de samenleving, hebben we dit project uitgewerkt. Ja, en wat houdt het dan concreet in? Het project noemt eigenlijk Partners in Parenting. En dat betekent ook concreet dat we gaan proberen met verschillende partners, met een kring eigenlijk van mensen rond een kind of een jongere te gaan staan. De eerste partners zijn de ouders, dus de natuurlijke ouders. Mm-hmm. Dus heel vaak hebben ook deze kinderen wel nog een warme band met hun ouders. Ja. En we vinden ook heel belangrijk dat die ouders er ook blijven staan en ook toestemming kunnen geven voor dit project, omdat het anders toch ook geen kans op slagen heeft. Ja, en we dat heel belangrijk vinden voor de kinderen. Daarnaast zijn we op zoek naar pleeggezinnen, eigenlijk gewone gezinnen in de brede zin van het woord, die een stuk mede opvoeding van de kinderen of jongeren op zich willen nemen. We zijn op zoek naar gezinnen die bijvoorbeeld kinderen doorheen de week willen opvangen. Maar voor sommige andere kinderen of jongeren zoeken we meer naar weekendgezinnen, vakantiegezinnen. Dus ook daar heel uiteenlopend. En het nieuwe aan dit pleegzorgproject, dat is een première eigenlijk in Vlaanderen, aanvullend bij reguliere pleegzorg. Maar het nieuwe in dit project is dat wij als OGL Betanië als voorziening er ook blijven staan. Ja. Dus wij nemen de regie over de trajecten. We gaan heel intensief de pleeggezinnen begeleiden. Dus vermits we de kinderen eigenlijk kennen, hebben we ook de expertise om de ingang in die gezinnen, ja, om de kans op slagen eigenlijk te vergroten door heel intensief te begeleiden. Therapieën van kinderen kunnen ook verder gezet worden. En pleeggezinnen kunnen eigenlijk 7 op 7, 24 op 24 bij ons een beroep doen. Ook als het moeilijk loopt, om zelfs om tijdelijk terug over te nemen. Ja. Dat blijft een samenwerking. Ja.